We zijn weer op een Duits vliegveld voor de 1000-punten-test met 3 nieuwe trucks. Een MAN 470, een Volvo FH 460 en een Scania en dat is ook een 460. En dat is heel bijzonder, want daar staat een hele nieuwe motor in. De Volvo met een bekende turbo compound techniek. En we gaan ze uitvoerig meten, rijden, testen en vooral naar het verbruik van deze auto's kijken in deze 1000-punten-test. MAN en dan met een GM-cabine. Dat is de 1 na grootste MAN-cabine. Dat betekent dat de brede cabine met het middelhoge dak. En ja, daar kom je eigenlijk niks tekort. Je hebt keurige staarhoogte, heel veel ruimte. Keurige grote koelkast onder het bed. Met daarnaast nog een mooie schuiflade voor allerlei dingen. En deze auto heeft geen opbergkastjes tegen de achterwand. Heeft ook geen tweede bed. Heeft wel 3 bovenkasten. Ja, heel mooi van MAN vind ik het Smart Select systeem. Vind ik nog steeds een van de betere systemen voor de bediening van een truck. Dit in tegenstelling tot een touchscreen. Want ja, je beweegt altijd. Een mooi polsteuntje met een draaiwiel waarmee je ook kunt klikken. En je ziet hier van alles gebeuren. Hier kun je heel simpel je dingen opzoeken zoals navigatie of een kaart.
En ja, werkt gewoon super. Op ditzelfde scherm zie je ook het beeld van de dode hoekcamera die voor aan de truck zit. Want deze M1 heeft helemaal geen spiegels. Het OptiView systeem, je ziet hier grote beeldschermen, cameraatjes aan de buitenkant. En ja, ik moet zeggen, het went snel. Dakluik met een hor en een blendering en drie kleine bovenkastjes. En dat is toch wel een dingetje. De bovenkasten zijn niet heel ruim, hier zit wel een heel groot vak onder. Maar ja, zelf had ik het mooier gevonden als dat middelste vak wat groter was geweest, zodat je er ook een magnetronic kwijt kan. Dat kan dus niet, dan moet je dus echt de grootste cabine bestellen bij M1. Verder, ja, je kunt wel je spullen netjes opbergen. En je hebt natuurlijk ook nog ruimte onder je bed, waarbij je van de zijkanten erbij kunt. Verder, ja, keurig afgewerkt. Nou, je ziet het staahoogte, markeert ook niks aan. En ja, prima cabine natuurlijk. Breed bed en mooie lattenbodem eronder. Goede gordijnen. Niks mis mee met de nieuwe M1. Ja, de Scania R Highline cabine. Ja, een bekende cabine. In dit geval zonder dakluik, zonder tweede bed, maar wel met een bovenkast. Toch die mooie draaistoel, de opklaptafel voor de laptop. Of wat je maar wil doen, je kunt hier ook ontbijten, noem maar op. En ja, hoog afwerkingsniveau. Het ziet er allemaal bijzonder goed uit. Mooi grote schuiflade en een schuiflade met koelkast. En een nieuw is de extra dikke matras die Scania levert. En ook dat is weer een stap in de goede richting. En ja, een hele comfortabele auto. En met slechts 3 instappen, dat zie ik toch wel als een groot voordeel. En een kleine motortunnel. Hele mooie constructie voor de draaistoel. Dat is echt briljant. Door hem op te klappen, ontgrendel je hem. En dan kun je ermee doen wat je wil. Vind ik echt heel slim bedacht. Mooi systeem. Wat ik zeg, grote schuifladers. Grote koelkast onder het bed en natuurlijk de kastruimte. Heel veel kastruimte, niet alleen aan de voorkant, maar ook aan de achterkant. Grote kasten. Nou, ik zeg, als je daar niet genoeg aan hebt, dan weet ik het ook niet.
Ja, en helemaal nieuw aan de Volvo is het gewijzigde front. Deze plaat is wat groter geworden. Dat geldt ook voor het logo, dat is ook wat groter dan vroeger. Dus eigenlijk alles van plastic is nieuw. Dat geldt ook voor de spiegels. Dit zijn gestroomlijnde kapjes. En als je heel goed kijkt, dan zie je rond de verlichting, alles is afgedicht nu met een rubber sieltje. En dat alles is er om ervoor te zorgen dat de lucht niet naar binnen gaat, maar langs de auto gaat. Ook achter de grill zijn overal rubbertjes aangebracht. En het meest opvallende is misschien wel dit. Dit extra rubber aan het papier met hier dat extra stukje deurverlenger. En ook dat zorgt ervoor dat de lucht beter om de auto heen geleid wordt. Het spatbord, je ziet het misschien niet direct, is ook nieuw. Het is wat dieper geworden en ligt wat dichter aan de cabine. Allemaal hele kleine dingetjes die de stroomlijn optimaliseren. De Volvo FH 460, ja, een bekende auto natuurlijk. De 460 pk turbo compound met iSafe techniek. En hij is helemaal weer aangepast. Hij is aerodynamisch verbeterd. De aandrijflijn is verbeterd, met name in de software. En qua cabine is het een bekend concept. Het is de Globetrotter, dus het is niet de allerhoogste. En toch, ja, ruimte zat. Ja, alles elektrisch verstelbaar, niet alleen de chauffeurstoel, maar ook de bijrijderstoel. Dat is natuurlijk een optie en op zich is dat wel erg comfortabel, maar het blijft heel krap aan de bijrijderskant. Want ik zit nu met een stoel in het bed en je ziet, ik heb vrij weinig ruimte aan deze kant. Maar goed, meestal zit je daar en ik moet zeggen, daar zit het prima. Bed is goed, je hebt keuze twee matrassen tegenwoordig bij Volvo en verder wel een hele complete auto. Met veel slimme kastjes, vakjes, bekerhouders, alles netjes voor elkaar. In dit kastje gaat het lampje zelfs automatisch aan als je er iets in legt of je hand erin steekt. Ja, er is wel over nagedacht, alleen hier zou ik iets meer ruimte willen.
Ja, de nieuwe Scania en dan de 460R. Dat is even wennen, dat 460, dat zijn we van ander Zweeds merk gewend. Maar dit is een hele nieuwe motor van Scania, de nieuwe 13 liter. Motor met één kop in combinatie met de eerder al geïntroduceerde nieuwe versnellingsbak en een compleet nieuwe achteras. En dat zorgt voor een compleet nieuwe aandrijflijn. En ja, de verwachtingen zijn hoog gespannen. En, we gaan ze uitvoerig rijden op deze route. We rijden elk rondje rijden we twee keer met alle auto's. De eerste keer is een soort van probeerrondje en de tweede keer is het voor het echt. Mocht er dan iets misgaan, hebben we de data nog van het eerste rondje. Iedere kilometer wordt alles genoteerd door de vertegenwoordiger van het merk. En wij moeten zorgen dat we keurig binnen de lijntjes blijven. We laten in principe die systemen alle werk doen. En, ja, ik moet zeggen, ja, het voelt heel vertrouwd. Het voelt als een Scania. Het klinkt wel iets anders, moet ik zeggen. En de maximaal koppel vanaf begint al bij 900 toeren. En dat in combinatie met die overdrijfversnellingsbak. Een hele uitgekiende aandrijflijn en ik ben heel erg benieuwd naar de resultaten. Ben ik jetzt wieder auf. Scania en de MAN rij ik nu met de Volvo 460 Turbo Compound iSafe. En ja, in tegenstelling tot onze eigen test laten we de auto volledig het werk doen. Dus ik ga niet ingrijpen en ik laat het systeem beslissen. En dat betekent, dat is een keuze die Volvo maakt, om met soms tot 850 toeren de berg op te gaan. Dat voelt heel tegenstrijdig. Volvo is ervan overtuigd dat dat de zuinigste manier is. Dat komt ook door die Turbo Compound techniek die met name onderin toeren extra koppel geeft en ja, dat zorgt voor brandstofbesparing. Uiteindelijk, aan het einde van deze test, gaan we het sommetje maken en dan gaan we zien wie er gelijk heeft van de drie merken en wie het zuinigst is, maar ook wie het snelst is, want ook snelheid is natuurlijk een ding dat we meten. En ja, verder, het is de bekende Volvo, het stuurt strak, dynamic steering met al zijn voorkeursinstellingen en ja, gewoon buitenspiegels, eigenlijk helemaal niks mis mee. Ik ben benieuwd.
then you can't play anything. 2-3. 2-3. Ich muss ungefähr fragen, ob man das festhalten kann. Catch.